Ja, Saki heeft er werk van gemaakt. Hij heeft een rapper voor zich lopen. Hij heeft wat danseressen meegenomen. En dat weet het publiek best te waarderen. Maar ja, eenmaal in de ring moet hij het doen zonder danseressen, zonder rapper. En dient hij het op te nemen tegen deze Jantje Siersma. Die, zoals Hans al terecht zegt, echt een Jan is. Want het is een grote kerel. Met de rode handschoenen, dat is Gökhan Saki. Tegenover hem wat langer, de man met de blauwe handschoenen, Jan Siersma. En dat zijn de trappen waarmee Saki moet doen. Saki, de Golden Glory vechter, de man die ook zeer zeker wordt gebracht richting zwaargewicht. Al is het en blijft het een kleine zwaargewicht. Hij is snel en explosief. Dat is lastig. Siersma heeft die lange tengels, kan daar goed mee overweg. En doet er goed aan om zijn reach te gebruiken. Qua ervaring heeft Saki zeer zeker wat meer. En vooral op het niveau van tegenstand. Maar Siersma heeft mogelijkheden. Siersma is een jonge opkomende zwaargewicht. De vraag is of hij met deze Saki overweg kan. Die toch al aardig gelouterd is. Het is ook een kwestie van waar train je mee en hoe je train je. En dat voordeel wat Saki nu helemaal heeft. Dat hij bij het Golden Glory team zit. Waar grootheden zoals Stefan Leko zitten. Galit Arab, et cetera, ga zo maar door. Dat zijn mannen waar je mee traint. Dat geeft toch een beetje extra mooie high-kick daar van Saki. En dat wilde wel wat zeggen hoor, want Siersma is langer. Het been flapt er soepel uit daarbij Saki. Weer een low-kick van hem. En nu moet Siersma wat langer die jab gaan gebruiken. Die voorste linkerhand, die moet hij in werk gaan brengen. Maar ja, wanneer hij dat niet doet en blijft staan en die low-kick gaat blijven krijgen, krijgt hij een probleem daar hoor. Hij blokkeert veel te weinig. Low-kicks zijn een bijzonder vervelend wapen. En vooral in de benen van Gökhan Saki, die daar goed mee weg kan. Die heeft hele venijnige, scherpe trappen. De bovenbeenspier wordt dan eigenlijk gekneusd. Ja, en dan is het moeilijk afzetten en moeilijk bewegen. Siersma is te afwachtend. Hij moet gaan aanvallen. Neemt weer een low kick. Trapt er een korte blok aan. En loopt er een hoek aan. Tja. Saki staat in het midden van de ring. Saki die domineert er nog toe. Weer een low kick. Dit kun je niet nemen. Op dit niveau is het een, bijna een doodzonde om een low kick op je bovenbeen te nemen. Zonder zelf te proberen te blokkeren. Dat is goed. Maar nu door. Siersma moet die druk meer richting Saki leggen. Op een korte blok. Dat doet ook zeer. Maar goed. Dat is beter. Maar nu door. En weer is het Saki die daar uitstekend combineert. Want dan kan iemand dat netjes zeggen. Twee stoten volgen met Loki. Het zijn van die standaard combinaties die ook werken. Die zijn uitgeprobeerd in de ring in talloze partijen. Saki heeft uitstekende benen. Blokkeerd door Siersma. Die toch duidelijk in zijn achteruit gezet wordt door Gökhan Saki. Einde ronde 1. Nou, en als Siersma wat meer wil, zal hij toch echt aan het werk moeten, hoor. Dit gaat niet goed zo. Kijk. Hij gebruikt die jab veel te weinig. Hij moet veel meer naar voren gaan, veel meer dominant zijn. Hij laat het spel over aan Gökhan Saki. Tweede ronde met de rode handschoenen. Gökhan Saki en Jan Siersma met de blauwe. En hopelijk zal Siersma nu meer gebruik gaan maken van zijn reach. En geen low, die linkerhoek zit er volop daar op de kaak van Siersma. Gaat daar neer. En dat is niet goed. Krabbelt er moeizaam overeind. Hij is zich omhoog aan die touwen. Ja, die benen, die hebben veel te verduren gehad in die voorgaande ronde van de low kicks van Gökhan Saki. Die daar vlijmscherp mee trapt. Misschien nu dan. Siersma wordt wakker. Hoop ik voor hem. Siersma wacht. Heel kick van Saki. Snel en goed getimed. Maar voorlangs. Trap aan het lichaam door Saki. Siersma staat dan rechts voor en dan weer links voor. Weer zo'n low kick. Hij neemt dat maar. Ja, er zijn natuurlijk veel vechters die veel kunnen nemen zijn bovenbeen. Maar dit soort trappen. Nee.
Dat wil je niet krijgen. Je gaat minder goed bewegen. Minder goed afzetten. En dat zie je ook hier gebeuren. Shishamari die duidelijk tijd nodig heeft om zich te herstellen. Bij een goede blokkering had hij al veel en veel vaker moeten doen. Ben ik aan been, counteren van Shishamari, maar goed. Loopt daar weer op mijn rechtshoek. High kick van Saki. Tjonge jongen, is die man gedreven, zegt hij. Staat er echt. Shishamari afwachtend staat in die touwen. Is nog steeds niet hersteld hoor, volgens mij. Van het salvo stoot en trappen die heeft te verwerken gehad. Ja, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit is bijna geen partij meer. Weer het been. En het staat eraan te komen. Je zag het al in de eerste ronde. Hij nam veel te veel low kicks. Hij heeft maar één goede nodig. Linkerhoek richting low kick. En nu gaat Saki in voor de kill. Want dit gaat niet lang meer duren. Iedereen weet het inmiddels hoe je een low kick moet blokkeren. Iedereen weet dat als je dat niet doet. En vecht er iemand van het kaliber als Saki. Die maakt daar genadeloos een einde aan. En die gaat nu echt vol voor de kill. Shishima staat nu recht voor. Loopt weer een stoot. Ja. Hij gaat recht voor staan omdat hij dus pijn aan zijn linkerbeen heeft. Maar ja, dat is een stand die hem niet ligt. Want hij staat normaal nooit zo. Dus loopt hij een stoot. Dus optelsommetje. En dit is het einde verhaal. Afgelopen uit. Winnaar. En een hele knappe winnaar hoor. Gökhan Saki, die laat zien dat hij nog steeds een van de zwaargewichten is om zeer zeker wel heel veel rekening mee te houden. De man van de Golden Glory Team kan verder naar grotere zaken met hierbij Cor Hemmers en Ramon Dekkers. Ja, en die linkerhoek, dat was de eerste. En dat was hele mooi. Maar alles is begonnen bij het vernielen van die benen. Allemaal. Die benen die zijn zo belangrijk, die dragen jouw lichaam. He, die moet zorgen voor dat jij op tijd weg kunt ontwijken. Dat je kunt starten, dat je kunt aanvallen, kunt verdedigen. En als dat weggehaald wordt door die low kicks, ja, dan haalt het fundament weg. En dan is het einde heel snel nabij. Gökhan, ik hoor je net zeggen, de conditie was super. Ja, de conditie was zeker super. Je hebt hard getraind. Ja, super hard. Laten we beginnen bij het begin. It's showtime hier. Jij komt ook op een hele aparte manier op. Hoort dat bij jouw persoonlijkheid? Ja, ik krijg er gewoon een kick van als ik elke keer zo opkom. Dus het is ook aan de ene kant automatisch gewoon wanneer ik mijn eigen muziek hoor. Dat ik een beetje de show een showtje van maak. Ja, je bent een showman. Ja, een beetje showman. Ja, dat hebben we in die tweede ronde. Ging die volgens mij 3 keer, hè? Ja, of eerste ronde 1 keer en tweede ronde 3 keer. Volgens mij ja, derde ronde 3 keer. Ik kon het bijna niet bouwen. Maar... Ja, ik zelf... Maar wanneer wist je van, ik heb hem liggen? Ik heb hem echt liggen? Wist ik al voor de wedstrijd. Wist ik al voor hem. Spreekt hier de showman of... Nee, ja, ik weet gewoon wat mijn capaciteiten zijn, wat mijn kwaliteiten zijn. En ja, ik ben gewoon een paar klassen hoger dan hem. Dus dit was eigenlijk voor mij een opwarmetje voor de arena. 26 april, dan moet ik tegen de kampioen van...